Yo, kijk, ben je hier tegen met een nieuwe aflevering van Super Meat Boy. En zoals je ziet, de final boss battle chat. Deze boss is behoorlijk lastig, behoorlijk annoying. Wat propt hem wel lekker in, jongen. Daar gaat hij. Oef. Met een vage rode smurrie. Het wordt werk. Maar heel dat een vage rode blok eruit komt. Hi. Kijk, en die mag je dus niet raken. En hij is heel vervelend. En die smurrie komt dus elke keer omhoog en je moet dus elke keer die sleutels pakken. En hij komt elke keer naar jou toe, hij tikt jou even aan. En nu moet ik dus heel snel naar boven toe. Want anders ben ik zelf gewoon dood. Of hij kan nou echt bijna in één keer al. Nee, serieus? Haal ik hem in één keer? Echt, toen ik dit spel voor het eerst speelde, was ik gewoon echt gewoon minuten tot zelfs een half uur bezig voor deze boss. En nu haal ik hem gewoon echt in één keer. Hoe dan? Ah, cutie. Daar gaat hij weer. There he go. Ah, wat een cutie. Wat gaat er nou gebeuren? Move it. And it's dead. I don't care. Zo'n reactie. En dan gaat meneertje. And he is gone. He is still alive. Woohoo! Chapter completed! Op naar de Salt Factory! De salt is niet goed voor je, want je mag niet te veel zout hebben. Dan ga je dat is gewoon heel erg ongezond. En hier ga je gewoon dood aan zout. Dat weet ik heel toevallig nog, want ik denk dat ik ooit een keer gespeeld heb. Hier hebben ze een zoutfabriek. Best wel een hele rare zoutfabriek, maar oké. The Factory. Daar gaan we dan. Nu beginnen de levels wat moeilijker op te worden. Maar ik heb zo'n die loopbanden technologie of zoiets. Hey, candy. Nou, laten we hem lekker niet pakken. Ik dacht ik kan lekker cheaten daar. Kijk, dit lag voelt nog wel mee op zich. Moet ik eerst naar boven hier en dan weer terug naar beneden of zoiets was het. En die grote witte vlek aan de rechterkant mag je gewoon niet aanraken. Want dat is zout. En dit maakt het spel sowieso heel erg moeilijk. Ik kan gewoon bijna niks meer aanraken. Ik was gewoon letterlijk bijna dood. En was deze boss battle een heel stuk makkelijker. Mij moest je hier gaan strijden met een AI. Oh, wacht, deze was ook lastig. Op de heenweg ga je echt ziek snel dat ik met een band meegaat. En terugweg moet je tegenin. Ik zag speedrunners die gewoon bovenop lopen. Een keer. Alleen ik denk dat het echt super makkelijk is. Maar ja, speedruns breken toch de game, dus. En ik breek ook heel veel dingen. Qua games en. Ga ze maar door. Zoals je een andere serie ook binnenkort mee gaat beginnen. Of al ben begonnen voordat dit pas online komt. Namelijk Rollercoaster Tycoon World. Dan zie je echt hoe broken die game is. Hoppa, dan. Wow, die heb ik echt niet aankomen. Oh, ben je dit serieus?
Dit had ik ook niet verwacht aan een grap te kunnen verwachten. En toen was ik dood. Hoe kan dat ooit overleven? Hoe kun je dat die snoepje daar ooit pakken dan? Als je valt, kun je dan weer springen ofzo? Ik heb echt een flauw idee. Ik wil een keer uittesten, gewoon in wereld 1 ofzo. Waar gaan we elke dood gewoon? Wat een big ass noob ben ik. Maar dat is wel langer dan vandaag, maar... Ik heb wat nieuws gaan vertellen. Oh ja, ja oké. Ik overleef de eerste en bij de tweede ga ik dood. Dan wil ik eigenlijk bij die eerste ook al af had moeten gaan. Die zag ik over het hoofd. Dat was gewoon heel slecht. Jump. Hier met hetzelfde mechanisme, maar alleen precies andersom. Dat is nog harder brain fart. Huh, dat is een safe? Ik heb geen flauw idee. Ik zie een warp zone. Echt via een andere manier van naar binnen zitten springen. Echt geen flauw idee, maar hier is weer een nieuwe mechanic. Ook omhoog kunnen springen met deze loopbandjes. Of wat het ook mag voorstellen. Waarom is dit level? Moest je elke keer links, rechts. Ik had het ook met mijn sticks bewegen, dus ik dacht helemaal niet eens. Maar ik vind dit een stuk chillen, gewoon met zo'n. Ja, niet met zo'n Joy-Con. Ik voel ze altijd wel vervelend. Vooral mijn PlayStation-controller vind ik heel vervelend zitten eigenlijk, gewoon mijn handen. Ik heb daar niet de juiste handen eigenlijk voor. Van PlayStation-controller, maar ik vind de Xbox-controller helemaal niet fijn. En dan kom ik meer terecht op bij PlayStation, wat ik fijner vind. Ik vind die Switch controllers ook wel fijn. Gewoon die standaard bij de Switch zitten. En van de 3DS vind ik wel fijn. En de, van de. Ja, dat is eigenlijk wel wat fijne dingetjes. Bij game controllers. Ja, laat dat ik hem niet nodig had. Oh god, nee, niet deze dingen. Die krijgen straks ook een level bij. Ook met zo'n soort mechanic. En daarbij moet je dus een laserstraal ontwijken en moet je een paar blokken raken. Mij komt die ook in deze wereld. Ik kan een beetje vergelijken met dit. Alleen nog 10 keer zo vervelend. En dan moet je dat soort blokken moet je dus weghalen. En dan moet je weer terug. En dan moet je precies dat soort dingetjes, moet je precies die raket allemaal gaan ontwijken. En nee, zijn dan laserstralen. Dus heb je dus constant last van. Perfecte example. Hoe annoying het is. Het is gewoon echt overtollig veel haast. Wat ik daar had. Ik wil daar gewoon echt zo snel mogelijk wegwezen. Dat is die raketten die breken ook daar zo'n blokken zelfs. Running! Level completed. Woohoo. Hier heb je zo'n example van zo'n rot level. Schiet. Oké. Okay. Kan ik dit niet misschien cheaten via deze manier? Nee, dus. I thought I could try it. At least. The cheats are real. Nu, ik heb wat met een hik. Oké, ik moet gewoon zo gewoon echt alles van één keer eroverheen rennen en meteen weer weg. Dus spring, ren. Laat hem schieten en dan... Oh, die bovenste eend is ook nog op je. Fijn. Ook heb je heel duidelijk gemaakt wat op zo'n manier. Dus hij moet dus schieten. Aimen. Dan schieten en dan moet ik wegrennen. Deze is echt heel smerig. Hoppa. Level completed. Oh wacht, dit is time trial. Oh my god. Time trials. Ik leg nog meer voor ergens op. Volgens mij kun je dus ook gewoon helemaal skippen eigenlijk. Echt naar boven langs te rennen.
En dan mis je hem echt compleet. Er zitten best wel een paar tricky jumps namelijk in. Als je hier lang genoeg, als je dit level langzaam genoeg doet, dan ga je gewoon dood daardoor. Volgens mij. Ik ben niet 100% zeker, maar volgens mij wel. Oké, okay, voor dat soort jumps moet ik dus al uit de kant dus. Ik kan het niet te hoog vliegen natuurlijk, en dan ga ik ook dood. Oeh, die was close. Oh, die laatste kloten. Het laatste stukje. Het laatste stukje is kloten, jongen. Tweede stuk. Great E plus. We hebben echt te maken met dit soort levels. Dus je moet snel zijn. Maar als je te snel bent, ga je dood. Dus, dit. Gaan we heel eventjes rustig aan wachten. Dan. Mag ik 15 seconden over de level doen? Hoe we dat ooit redden? Lekker. Seriously? Ja, ik sprong wel hoog genoeg. Schijnbaar niet. Ik wil je weer een nieuwe mechanic van de game waar we mee leren kennen spelen. Moving platforms. Zoals je ziet, spring ik erop. Ik zal gebruik mee te maken, dus je kan ook geplet worden door die dingen. Dat laten ze je nog niet zien met de kennismaking. Hoppa, daar. Hoe lang heb ik trouwens over dit level gedaan? Het valt me wel net iets te lang volgens mij. Ja, kijk maar, net heel iets te lang. En binnen die 14,8 seconden moet je dus finish voor die E+. Zie hoe ik op je snel zijn. Want anders moet je heel lang wachten. Die valt op zich wel mee. Kijk, dit soort levels bedoel ik. Verschrikkelijk vervelend. Je kunt dit level zichzelf gewoon erg gewoon slopen. En ze slopen jou ook nog een keer erbij. Kunnen je ook zelf een keer naar beneden nog een keer valt. Helemaal fijn. Ja, die level had zichzelf al gesloopt. Enorm chill. Zeg, schiet even één keertje op mij. Ah, bijna. Dat deze game nou niet echt extreem moeilijk nu nog is. Wat het zo meteen echt gaat worden. E plus. Ik doe dus die sleutel aantikken. Oh, hier moet je heel lang gaan surviven. Spawn er eentje in mij. Weer eentje. Plat, weer een. Zo snel mogelijk weer terug. Hier naartoe. Dank je, great A+. Done. Oh, dit level. Nee, dit level ken ik nog wel. Dat is echt ziek moeilijk. Je moet echt zo klein mogelijk gat creëren. Schiet maar. Hoppa, A+. Done. We gaan even kijken naar dit level en dan... Kijk hoe irritant deze is. Volgens mij moet dit wel te doen zijn. Ja, dit is op zich wel te doen. Ja, daar gaan we. Oké, wat ik dus moet doen is die raketten dus voor de gek gaan houden. Dat zou op zich te doen moeten zijn, zou je zeggen.
Kan ik hier niet misschien gewoon bovenlangs? Misschien? Nee, dus... At least I tried. Ik moet dus eerst een keer laten aimen. Dan moet ik heel snel doorrennen. Aim maar. En dan moet ik dus heel snel zijn daarboven. Ik heb kijken alleen naar die level. Dus ik ben gewoon proberen te halen. Ik ben benieuwd hoe ver we zijn op de wereldmap. Bijna. Dan moet ik dus helemaal naar beneden geaimd zijn. Dan kan ik dus gaan springen. En dan... Bijna. Dus. Dat is het hele idee. Waar de volgende? Oké, annoying. Dat is dus de tactiek hier. En dan jump. Dat ik iets sneller uit had gewild, maar dat maakt mij niet veel uit. Ik heb hem gehaald. Oh, de volgende keer hebben we dus de boss. Dus laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!